Het wandelnetwerk Utrecht is de afgelopen jaren hier gerealiseerd. Het is een wandelnetwerk bestaande uit circa 1100-1200 kilometer. Het begint in Apkoude richting Amsterdam. Gaat dan richting Vinkeveen, Loosrecht, naar beneden toe Woerden, richting de Lek, richting de stad Utrecht. En sluit aan op Amelisweert, waar we nu staan. Het wandelnetwerk is ontwikkeld mede ontwikkeld door heel veel vrijwilligers. Die heel veel gebiedskennis hebben en die juist ons de pareltjes in de gebieden konden laten zien en ontdekken. Dus de vrijwilligers, de gemeentes, de beleidsmedewerkers hebben allemaal een sausje eroverheen kunnen gooien. En uiteindelijk is dit hele mooie netwerk ontstaan. Nou, we staan nu op een hele mooie plek, Amelisweert. Eigenlijk het kruispunt van Utrecht-West naar Utrecht-Oost. En we staan ook op het Kromme Rijnpad, wat nu in ontwikkeling is om opgenomen te worden in Utrecht-Oost. Nou, het mooie van deze plek is dat je Amelisweert, de bossen. Je kan hier vandaan heel mooi wandelen richting de stad. Je kan richting Kamerik, Woerden, het platteland wandelen. Dus dit is denk ik wel een ultieme plek voor het wandelnetwerk Utrecht-West. Nou, de diverse partijen waarmee we dit wandelnetwerk hebben ontwikkeld, wat ik al zei, Carine Nieman, provincie Utrecht, programma Bureau Utrecht-West. Vrijwilligers, ze hebben een hele grote rol hierin gespeeld. Diverse organisaties zoals het LEU, Landgoed Erfgoed Utrecht, Wandelnet. TBO's hebben zich hiermee bemoeid, want ook bij hun hebben we natuurlijk vragen mogen stellen van mogen we jullie over het land wandelen, ja dan nee. Het LEU door middel van hun klompenpaden. Alle klompenpaden zijn geïntegreerd in het wandelnetwerk. Nou, het belang van een goed wandelnetwerk, een knooppuntennetwerk, is natuurlijk. Je merkt dat volgens mij op dit moment ruim 10 miljoen mensen aan het wandelen zijn in Nederland. Ja, dus het is de grootste vorm van recreatie in Nederland. Nou, het mooie van het wandelknooppuntennetwerk is dat het niet alleen in de stad Utrecht is, maar het is de bedoeling dat we de hele provincie Utrecht ermee gaan ontwikkelen. Dus zodat je niet alleen Utrecht-West, maar Oost, maar ook richting het Nationaal Park, wat we zo moeten willen gaan opnemen, Amersfoort, Soest en omgeving, maar ook richting de andere provincies kunnen gaan. En het ultieme doel is natuurlijk dat je vanuit de stad, de Domtoren noem ik maar, richting Zeeland kan wandelen via knooppunten of via Groningen kan wandelen via de knooppunten. Nou, dat is het ultieme doel. Ja, de mensen gewoon een heel mooi gesloten netwerk hebben.